In de Tweede Wereldoorlog zijn er miljoenen mensen vermoord. Zigeuners, homo's, geestelijk gehandicapten en natuurlijk Joden. 6 miljoen. Dat is niet te bevatten. 6 miljoen. In Nederland alleen al 100.000. In Rotterdam 10.000. En dat is ongeveer, want precies weten we het niet. Alleen al in mijn buurt honderden. Kijk, daar woon ik. In de Hugo Molenaarstraat. Moet je kijken. Hier. Het is bijna in ieder huis. In de Mijnenslaan alleen al 61. In één laan. 61. In één laan 61 mensen vermoord. Dit is Günter Demnig, een beeldend kunstenaar, Duitser. En hij is 20 jaar geleden begonnen met het leggen van stolpersteinen. Om de geschiedenis van de buurt zichtbaar te maken, of voelbaar te maken. Een stolperstein, struikelstenen, omdat je erover struikelt. Met je hart, met je hoofd. En omdat je je moet bukken om de tekst te lezen. Günter was bezig met een project over zigeuners in zijn woonplaats, Keulen. En toen buurtbewoners het verleden ontkenden, werd hij getriggerd. Hij wilde iets blijvends bedenken voor alle slachtoffers van het naziregime. En een priester die zei tegen hem, dat is onbegonnen werk. 6 miljoen, dat is onmogelijk. 6 miljoen stenen. Maar Günter begon en heeft inmiddels 50.000 stenen gelegd. En iedere steen wordt aandachtig met de hand gemaakt. Dit is Karel Kindermans. En die woont ook bij ons in de straat. En Karel, die is tekenaar. Illustrator. Toen ik een jaar of 6 was, toen kwam Pluk van de Petflat net uit. En dat wilde ik dolgraag hebben. En de enige manier voor mij om het te krijgen was om het na te tekenen. Want kopieerapparaten waren er nog niet. En ik ben geboren op 5 december. Dus als je op 6 december iets niet hebt, moet je een heel jaar wachten. En heb ik alle tekeningen van Fiep Westerdorp nagetekend. En hij zit in het geschiedenisclubje bij ons in de laan. Ja, onze straat heeft een geschiedenisclubje. En Karel dook in het verleden van de familie Westerborg. Die woonde op nummer 85. En alles wat hij vond, dat heeft hij getekend. De hele geschiedenis heeft hij stukje bij stukje gereconstrueerd. Wij praten met hem over zijn werk en over de invloed van de stolpersteiner op zijn werk. Omdat ik met niets begonnen ben, ik kwam bij die club en er was niets. En toen kreeg ik een naam, toen had ik iets. En vervolgens is daar, nou, dat wordt in stappen verteld, eigenlijk in dit verhaal, elke keer komt er iets bij. En vervolgens krijgt het volume. De eerste stap van het onderzoek, dat begint dan bij de gezinskaarten. Zijn komen wonen op de burgemeester Mijnenslaan, 43. Prachtig huis. Helemaal in de staat van 1917. Hetzelfde glas, dezelfde schuifdeuren. Ongelooflijk mooie ruimte. Daarna zijn ze verhuisd naar de Heemraadsingel. En vervolgens, dus in de oorlog, zijn ze weer terug verhuisd naar de burgemeester Mijnenslaan. Ja, hun hele leven heeft zich op 100 strekkende meter afgespeeld qua woonadres. De familie van Westerborg Vogel, dat is zo'n uitzonderlijke naam. Alles wat je vindt op deze naam, dat slaat op dit gezin. En omdat ik overal naar op zoek ging, komen dit soort dingen boven water. Daar staat Urg en Zonen, galanterieën en kramerijen. Dus dit moeten ze wel zijn. Ze waren allemaal lid van Sparta en ze hadden bij Sparta ook een jongenstribune. Dus daar zou Robert Charles tussen gestaan kunnen hebben. En op de eretribune zie je man, vrouw, man, vrouw, man, vrouw. Dus misschien met de thuiswedstrijden zaten Eduard en Assa op de eretribune. Ik heb veel dingen verzameld en uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om dat in zijn geheel getekend te presenteren. Want je kunt je heel goed voorstellen dat je bijvoorbeeld deze advertenties gewoon gebruikt die je uit de krant tegenkomt.
ik wilde eigenlijk door het zo na te tekenen, al die lettertjes, voelbaar maken dat er een soort van werk aan ten grondslag ligt. Hier zie je het, hier komen heel veel dingen bij elkaar, zoals die belkaart, ja. De advertentie, een autootje. En alles is geschreven in mijn handschrift, al tekenend. Bestaat dit nog of is dit allemaal plat gebombardeerd? Nee, dit is plat gebombardeerd. Ja. Toen Eduard van Westerbork patroon van de zaak werd, is hij begonnen met deze panden. Maar je ziet hier op de achtergrond die panden staan. Je kunt het herkennen aan die gevels. Je staat met je rug naar de spoor. Ja. En je kijkt naar de Laurenskerk. Ja. En je ziet S. van Westerbork en zoon, manufacturen met kleding, met stoffen, met ritsjes, knoopjes. En dit is er van overgebleven. Dit is het puin van Westerbork. Ja, ja, ja. 1 maand na het bombardement zijn ze de zaak weer gaan opbouwen. Hier zit Van Westerbork, staat er op een bord in de tuin. Nog een maand later, nog 2 maanden later, gaan ze op de Matenessendijk gaan ze verder. Familie Van Westerbork heeft 2 jaar lang in kamp Westerbork gezeten. Het zijn transportlijsten van Westerbork naar Theresienstadt. Ze zijn op Dolle Dinsdag met het ene laatste transport gedeporteerd. Veilige herinneringen aan heb. Totdat de oorlog uitbrak. En toen is haar familie, die in het centrum van Rotterdam woonde, in de Kipstraat, dat huis is gebombardeerd. Ze zijn natuurlijk weggegaan daar voor die tijd. En zijn toen in dit huis bij mijn grootmoeder ingetrokken. Ze zijn hier blijven wonen totdat het op een gegeven ogenblik misgegaan is. Ze zijn gedeporteerd naar Westerbork. Ze zijn daar getrouwd. En later naar Bergen-Belsen afgevoerd. Peppy is daar vrij kort voor de bevrijding overleden. Jaar oud, 3 maanden voor de bevrijding. Ik gedenk haar als naamgenoot met eer. Ik heb haar nooit gekend. Als over haar werd gesproken, dan was het... Bubby was heel mooi. En dan was het... En dan... Je durfde niks meer te vragen. Dat was zo'n... Haar moeder, dus waar ik deze armband van heb gekregen. Van de Haas. Haar moeder die kon er niet over praten. Mijn vader die raakte helemaal in paniek als je erover had. Prachtig. Prachtig. En ik zou willen dat er heel veel respect komt voor elkaars geloof. Want wat maakt het uit wat je bent? Laat iedereen zijn geloof leven. En zijn leven leven. Dankjewel, Poesie. Ze raakt vol van je. Dat is een oom van moederskant. Ja? Jo Berenborg. Oh ja. Dat ben ik. Ja, dat herken ik. En wie staat daar achter de gordijnen? Oh, ik denk oma Treibitz. Oh, wat leuk. Om te kijken of dat alles goed gaat. Ja, wat leuk. Ja, trots. Ja. Hey, och, wat leuk. Het is hier voor de deur genomen. Ja, ja. Jullie hebben dus allebei de oorlog overleefd. Zij dus niet. En hij? Nee, ook niet. Hij is in Sobibor vermoord. Ja, ja. We kwamen iedere... zondag hier bij oma Treibitz en speelde in de tuin van alles en nog wat en maakte grote wandelingen met haar vader. En dat was een verhalenverteller en dat was
Dat was één vast punt bij die wandelingen met Daaf, dus de vader van Beppie. En dat was dat aan het eind van de wandeling, dan was er altijd iets in het verhaal waar ijs uitkwam. En dan kregen we bij de banketbakker op de Middellandstraat allemaal een ijsje. Een ijsje, oh, wat goed. Iedere week weer, ja, oh, zo hoort dat ook, hè? Ja, ja. Dit zijn kapper Tsang en zijn vrouw. En hij was kapper bij ons in de Mijnerslaan vlak na de oorlog. Kit is in 36 geboren. En die had op Katendrecht een heel fijn leven natuurlijk. Maar de Chinezen deden ze niet? Dat... Nee, China had geen oorlogsverklaring met Duitsland. Dus ze lieten hier met rust? Ja. Chinezen kregen ook extra bonnen om eten te kopen. Kit Tsang. Dat is een geweldige naam. Kit Tsang. Hij kwam uit Katendrecht bij ons in de buurt wonen, samen met zijn vrouw Leni. Om te wonen, te werken, te knippen, te wassen, te scheren, de hele mikmak. En hij zit boordevol met verhalen en die wil ik van hem horen. Dus als de luchtalarm was, dan kregen wij een rugzak met eten en een natte handdoek in die rugzak. En dan moesten we onder de trap gaan zitten. Weet je nog een hoop van de oorlog? Voor mij was de oorlog een groot avontuur. Maar niet van slechte dingen, maar ja, het was een spannende tijd. Ja. Als kind zie je dat meer als een spannende tijd natuurlijk. Misschien kan die mij wel even knippen. En scheren, hoop ik. Toch? Ja, maar dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Wil je dat vertellen of niet, je zus? Ja. Is de beroemde... Nou ja, mijn zus Vongling, die maakt kunstwerk. Hè? Ja. Dat zijn geen... Mathilde Willink. Ja. Wij zijn vaak naar die shows geweest. Ja. Als we hoorden dat er weer een show was, dan gingen we daar natuurlijk naartoe. Ja. En dat was ontzettend leuk. Ja. Want dat waren, ja, dat was niet gewoon een motorshow, maar dat was meer een soort happening of iets. Een feest. Ja, ja. Ik hoorde een verhaal over oma Zondag. Oma Zondag woonde in de Adria Mildenstraat, maar die kwam elke dag bij ons in de kapsalon om opgekamd te worden. Ze had lang haar en dat werd nou vrij ingewikkeld. Moest dat elke dag uitgeborsteld worden en dan opnieuw opgekamd. En daar was ze echt, had ze een soort abonnement. En ze kwam elke morgen en ze wilde altijd per se de eerste klant zijn. Als ze de tweede was, dan was ze kwaad. Ja, dan was ze echt kwaad. Dus... Waarom heette ze oma Zondag? Nee, zo heette ze van de achteren. Echt Zondag? Echt Zondag, ja. Even een paar foto's zien. Van, dit is in de kapsalon, hè? Dit is later. Zo zag de salon eruit toen we hem overnamen. Daarvoor, toen mijn man daar kwam werken, toen zaten er over allemaal nog schotten, houten schotten tussen. Ja, want de dames wilden elkaar niet zien met nat haar. Prachtig. Ja. En hier kwamen de buurkinderen. Deze jongen die woonde naast ons en deze ouders hadden een corsettenwinkel. Ik ben begonnen met knippen op de Putse Bocht in Rotterdam-Zuid. Ja. En mijn baas, die rekende 75 cent voor knippen. 75 cent? Ik sprak toen de tijd een keer een meneer, die was bootwerker in de haven. Dat toertje nog bootwerkers in de haven. En die verdiende 100 pils. per week. De hongerwinter. Heb je daar last van gehad? Nou, daar heb ik niet zoveel last van gehad. Want ik woonde op Katendrecht. Ik groeide op Katendrecht. Ja, ja. En daar was ontzettend veel, laten we zeggen, zwarte handel. Als er een razzia was geweest, of was, aan de gang was, dan moesten die mannen, die moesten, dat heeft oma Zondag aan mij verteld dus,
moest die mannen midden op straat gaan staan. Allemaal bij elkaar. En dan werden ze door een Duitse soldaat bewaakt. En dan ging oma Zonda met een kan met chocolademelk. Ging ze langs die mannen die daar stonden. En dan schonk ze wat voor ze in. Ze gaf ze wat te drinken. Maar ik denk niet dat ze toen op dat moment het idee had wat er ging gebeuren. Het was ook wel zo dat Joodse mensen, die gaven toen aan die Rotterdammers die hielpen, zoals oma Zondag dat deed, gaven ze dingen van bewaar dat voor mij. Ze dachten, we komen over een poosje, komen we gewoon weer terug. Nou, het was een prettig leven. U lacht erbij. Nou, dat het ineens zo spannend stil wordt. Ja, ik dacht dat u niet te ruiken. Ik zeg niks. Maar u bent een slachtoffer. Hoe lang heeft u dit niet meer gedaan? Nou, een jaar of 30, denk ik. Ja. Twee ongeveer. Die is nog geen één. Nog geen één. Wat vreselijk. Die was ook al. Was ook nog heel jong. Het is niet te bevatten dat die allemaal vermoord zijn. Hoe is het mogelijk dat mensen dat kunnen doen? Dat is zo wonderbaarlijk. Dat was mooi, Raaf.